Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Koffiepraat. Het is vandaag 5 oktober 2023, Lloyd Groenewoud is mijn naam. En tot 9 uur presenteer ik u het actualiteitenprogramma. Wat gaan we vandaag doen? U weet dus dat de Nationale Assemblée debatteert over de wijziging van de grondwet en het kiesstelsel. En daarover gaan we vandaag onder andere praten met de heer Hardeel Ramadin. Verder is vandaag ook een bijzondere dag voor de leerkrachten, hè? Het is vandaag World Teachers Day en ik moet dus al de leerkrachten die een bijzondere bijdrage leveren aan onze ontwikkeling, hè? Van ieder heeft de leerkracht nog binnen, jongen. Zou Carlos niet hier zitten achter de microfoon? Dus ze maken toch een heel belangrijk deel uit van onze gemeenschap. Dus we moeten ze extra feliciteren vandaag. We weten dat ze het heel erg moeilijk hebben. De diverse uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden in hun persoonlijk leven. Maar natuurlijk ook voor wat het onderwijs betreft. Ik moet vandaag bijvoorbeeld lezen dat leerkrachten diep teleurgesteld zijn in voorzitter BVL en ALS. Leerkrachten zijn niet te spreken dat de voorzitter van de Bond van Leraren en Alliantie van Leerkrachten in Suriname, tevens parlementariër Reshma Mangre, de problemen binnen het onderwijsveld niet kan aankaarten bij het kabinet van de president, maar wel tijd heeft om te pleiten voor de renovatie van de markt. Enkele leerkrachten vertellen dat terwijl scholen kampen met een tekort aan meubilair en lesmateriaal, de voorzitter zich daarvan niets aantrekt. Ze zijn diep teleurgesteld in de voorzitter. In feite, toen ik bij mevrouw Mangri om een gesprek met haar te hebben, een goed gesprek, maar het lukt maar niet, het komt maar niet van de grond. Dus, want de demo mogen ze doen dat in de DNA. Ja, ik ga daar gaan bivakeren. Ja, zoals we dat altijd gewend waren te doen. If one was maar weer thuis doen, dat per uren lang weer wachten. We is doen, dat Ruby. If na grow is doen, dan is doen wachten. Dan totdat we dat gesprek hebben, dat waren we gewend. Dus want in die dan mogen we doen wachten dat per naar DNA. Verder zien we dus dat er een staatsbesluit geslagen is. Eigenlijk een hele goede ontwikkeling vind ik dat persoonlijk. Om vermogens van publieke functionarissen vast te leggen. De regering heeft een staatsbesluit goedgekeurd met betrekking tot de verplichte opgave van vermogens door alle publieke functionarissen. En dit is een belangrijke stap om de corruptie die het land sinds jaar en dag in een greep houdt, de kop in te drukken. Binnen een strikte termijn van 3 maanden moeten alle publieke functionarissen hun vermogen kenbaar maken en vastleggen. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat het staatsbesluit ten doel heeft om meer transparantie te bevorderen en om mogelijke gevallen van onrechtmatige verrijking aan het licht te brengen. Ik hoorde vanmorgen ook nog een andere situatie. Oh ja, dat is ook zorgwekkend. Vanaf vandaag geen warme maaltijd voor arrestanten, leveranciers. Arrestanten voeding zijn verhit. De leveranciers van arrestantenvoeding stoppen vanaf vandaag landelijk met het leveren van de warme maaltijd voor de arrestanten in de cellenhuizen. Zij zijn verhit omdat zij al 3 maanden niet zijn uitbetaald voor de geleverde voeding door het ministerie van Justitie en Politie. Ook is de 9 maanden koopkrachtversterking uitgebleven. De leveranciers willen geld op hun rekening zien en zullen dan pas het leveren van de warme maaltijd hervatten. Volgens de arrestante voedingleveranciers zullen zij voorlopig wel brood en thee in de morgenuren leveren. Zij stoppen echter met het leveren van de warme maaltijd en geven aan dat de staat hen niet heeft uitbetaald, waardoor zij niet in staat zijn om rijst, groenten en andere producten te kopen. De leveranciers van de arrestante voeding geven ook aan dat ze zelf niet in staat zijn brandstof te tanken om de warme maaltijd te leveren aan de verschillende cellenhuizen. En dan bent u dus daarvan dus ook op de hoogte verder. Moeten we toch wel de gemeenschap vragen om uitermate voorzichtig te zijn met deze warme tijd en het droog weer. We zien heel wat gras branden
die voor heel wat ongerief zorgen. Onze bron ook toe, dus wees u uitermate voorzichtig. Dus massa loopt smokkooi, bonk de sigarettenpeukjes, dat is heel gevaarlijk. Agressie 3. Staat de boel zo in de fik, dus wees u voorzichtig. Ik probeer al jaren iemand van de brandweer hier te krijgen. Ze gaan wel elders. Ik hoop dat u luistert, want hij heeft ons beloofd een van die dagen. En gewoon komt hij niet, hè. Meneer Alton Pinas, ik hoop dat u luistert. Dus ik ben een klein beetje teleurgesteld. Want ik heb al langer mijn nodig uit. Kijkt u maar naar uw apps. Leest u ze maar, ook via FB. Dan gaat u begrijpen waarover ik het heb. Maar goed. Ik nodig uit de heer Hardeel Ramadin. Dan gaan we met hem praten over de discussies die nu al plaatsvinden in de Nationale Assemblée. En dat heeft allemaal te maken met de wijziging van de grondwet en ons kiesstelsel. Want ook de verkiezingen van 2025 die moeten dus feilloos verlopen. Dus de debatten die zijn gestart. De eerste ronde voor het parlement is reeds afgerond. U mag plaatsnemen, heer Ramadin. Welkom. We heten welkom de heer Hardeel Ramadin. En dan gaan we met hem praten over... u mag daar plaatsnemen. Ja, en dan gaan we praten over... Ja, dat van de wijziging van de grondwet en het kiesstelsel. En u weet dus dat de diverse fracties in de Nationale Assemblée zich hebben uitgesproken voor de landelijke voor het landelijke evenredigheidsstelsel. En ook buitenparlementaire politieke partijen, die hebben daaraan hun goedkeuring gegeven. Heer Ramadin, goedemorgen, welkom. Ja, goedemorgen. Fijn dat u er bent in deze aflevering van De Koffiepraat. Ja. Hoe gaat het overigens met u? Gaat het goed? Wel, we zijn een beetje, al ben ik Hindu, maar Suriname ben je een beetje christelijk opgevoed. Ja. Want ik heb op de katholieke school, lagere school gezeten, later op een EBG school. En later werd ik onderwijzer, heb ik 12 jaar voor de katholieken gewerkt. Ja. En daarna is Suzwalanti. Ja. Dus, en als je daar bent, moet je elke dag een half uur catechismus lesgeven. Ja. Dus je moet de Bijbel lezen. En het eerste wat ik de leerlingen leerde, de 10 geboden. Oh. Gij zult niet stelen. Gij zult niet liegen. Eer uw vader en uw moeder. Heb je naast de lief gelijk, jezelf, maar niet meer dan jezelf. Dus... Die dingen vormen jou als mens en in die samenleving dus je bent. En niet dat ik alles weet van de religie, maar ik lees de Bijbel regelmatig. Ik heb ook de Koran een beetje gelezen. Hoe moeten wij u betitelen wanneer u zich verdiept in zaken zoals dat van onze grondwet, kiesstelsel? Kijk, ik ben van huis uit, heb ik eerst geschiedenis gestudeerd. En ik was bezig met MOA af te ronden. Toen kwam 8 december 82, dat weet je. Opleiding was gesloten en toen ik zeg nee, stop. Ja. Ik ga niet meer. Ik heb nog veel dingen meegemaakt in Lijkenhuis. Dus toen heb ik een paar jaren niks gedaan. Daarna ben ik voor geografie gaan studeren. Ja. En daarna heb ik mijn MOA en MOB gemaakt. En in die studie kreeg je een heleboel pakketten. Onder andere bij geschiedenis kreeg je veel staatsinrichting. Ja. Bij geschiedenis krijg je ook veel economische geschiedenis. Maar als je verder gaat bij de geografie, dan krijg je demografie, politieke geografie, culturele geografie. Dus je verdient je aan de hand van de diverse onderwerpen die je gedaan. Moet je kijken waarvoor je veel belangstelling hebt. Ja. En ik ben een beetje mee gaan verdiepen in kiesstelsel. Okay. Dus dat is niet omdat ik dat wilde, maar het is ook interessant. En dat heeft mij gemaakt dat ik een aantal boeken heb geschreven, dus trouwens, een aantal van de boeken heb ik geschreven. Vanaf zo'n 25 jaar terug begon ik boeken te schrijven, eerst artikelen in de kranten. Maar die artikelen verdwijnen dan een tijdje uit een beeld. Maar wat je vastgelegd hebt, verdwijnt niet. Verdwijnt, klopt. Het blijft daar. En als je dat hebt... En heb je het als naslagwerk en zo? Ja, en studenten komen vaak bij mij. Meneer Ramadin, ik moet een scriptie maken. Ik dacht wel, komen jullie in groepsverband als jullie komen. En neem de vragen mee en ik doe het graag. Geweldig. Want ondanks is niet meer in het onderwijs zit. Ja. Dus ik graag help studenten en velen zijn ook bij mij. En mijn informatie wordt altijd gehonoreerd door de docent. Maar omdat ze weten, ik heb dingen vastgelegd en niet zomaar. En ze vermelden de bron en pagina zoveel. Ja. Goed. Dus, overigens, ik moet condoleren. In het bijzonder de VAP.
met het heengaan van de heer Mahinder Prasad Ratipaal. En ik condoleer ook de nabestaanden, eigenlijk de hele Surinaamse gemeenschap. Want hij heeft ook een wezenlijke bijdrage geleverd aan de opbouw van Suriname. Ik heb begrepen dus dat hij na de verkiezingen van 2000 werd Paul Somoharjo toen minister. Minister, laat me even kijken, in het kabinet Venetiaan 3 was dat. Waardoor zijn plaats in de Nationale Assemblée vrij kwam voor Ratipaal. En hij nam zijn zetel op 14 september 2000. Kabinet 2 van Venetiaan. Venetiaan is één keer president geweest, 91-96. En 96-2000 hebben ze toch een kapitaalkoep gepleegd. Oh ja, en toen keerde Ratipaal ook terug na die verkiezingen van 2005 en 2010. En 10 tot 15 denk ik. Oké. Hij is 3 keer. Ja. Gekozen heb ik vanmorgen. Ik moet hij was voorzitter van het congres, no? Ja. Van de VRT. Een aantal functies heeft hij gehad. Laat maar zo zeggen, ik ook. Ik ga een van de dagen thuis gaan zitten en zo. En als je de ruimte krijgt, ga je ook iets kunnen zeggen daar. Hij is 67 jaar geworden. Ja, jong, maar goed. We condoleren nogmaals. De dood kan geen liefde. Ja, ja. We condoleren nogmaals de familie. We condoleren de VAP-familie. En de hele Surinaamse gemeenschap. Met het heengaan van de heer Ratipaal. Hij was een ik zeg hem als een rustige man. Ja, maar hij wist wel scherp uit de bocht te komen wanneer hij bepaalde zaken moest aankaarten. Oké, iedereen heeft zijn eigen manier. Klopt. Van praten. Ja. Dus allemaal in je vakgebied. Mm-hmm. Hij is van huis het jurist. Dus hij kon juridische dingen veel beter uitleggen dan een gewone burger. Geweldig. Ja, ja. We gaan naar dat van die discussies die zijn gestart in de Nationale Assemblée. En het heeft te maken met, laat me zo starten, die wijziging van die grondwet. Het wordt direct meegenomen met die wijziging van het kiesstelsel. Waarom is dat zo noodzakelijk, die wijziging van die grondwet? De juristen zijn bezig nu in de Nationale Assemblée. Maar laat me een kort exposé geven. Ja, ja. Anders gaan de mensen een aantal dingen niet begrijpen. Hmm. Geef eerst een historisch overzicht. Het kiesstelsel wat wij nu hebben wordt voor de zoveelste keer gewijzigd. Ja? Vanaf 1866, onthoud, hebben wij de koloniale staten gehad, 1866. Dat gouverneur Landsbergen. En toen hadden wij in Suriname censuskiesrecht. Er waren 13 leden, 9 leden werden gekozen en de gouverneur benoemde 4 leden. 1866, maar dat was niet, maar het begin, dat is de basis gelegd. Mm. Dus nu had je een vertegenwoordigend orgaan, maar je moet niet veel stellen. Er waren ongeveer toen in heel Suriname 52 kiezers. 1866. En dat is gegaan tot 1901. Mm. 1901 kwam de eerste verandering. En die verandering hield, ik geef je groet alleen. Ja. En die verandering hield in dat het aantal leden, dat die 13 bleven, mm-hmm. maar alle 13 werden gekozen door kiezers. En die kiezers waren de plantage-eigenaar. 13 leden mm-hmm. werden allemaal gekozen. Mm-hmm. Dat is de eerste, tweede verandering komt het. Ja. In 1937 tijdens gouverneur Kielstra, de naam gehoord. Ja. Hij is een heel belangrijke persoon geweest in Suriname, 1937. En daar kregen we wat grotere verandering. Mm-hmm. Na censuscapaciteit kwam capaciteitskiesrecht. Dus iedereen die de ILO-school had, mm-hmm. diploma en hoger, die naam komt op de kiezerslijst. Okay. En dat gaat die verandering brengen dat er meer mensen naar de stembus gaan. Mm-hmm. Dus dat is in 1937. Mm-hmm. En de naam koloniale staten werd in 1937 veranderd in Staten van Suriname. Mm-hmm. En een aantal leden werd gebracht naar 15, 10 werden gekozen. Op basis van census en capaciteitskiesrecht en 5 werden benoemd, 5 leden werden benoemd door de gouverneur. Waarom had de gouverneur de bevoegdheid? Want de Aziaten, met name de Hindustanen, de Javanen, kwamen nauwelijks aan hun trekken. Want die waren minder geschoold, minder belasting. Het belastbaar inkomen was toen 1400 geworden, mm-hmm. hoor. Dus dat bedrag moet je. Dat staat allemaal vastgelegd, ook in verschillende boeken. Ja. Maar ik geef je grote lijnen. Maar in die tijd, dat was 37. En na 37 hebben we geen noemenswaardige verandering gehad. Mm-hmm. Totdat we in 1948 het algemeen kiesrecht kregen.
het algemeen kiesrecht kregen en de verkiezing van 31 maart 1949, de eerste verkiezing met een nieuw. En dan gingen mannen en vrouwen, het geldt voor alle Surinamers nu. Mm-hmm. Ongeacht je geschoold bent, of je niet geschoold bent, of welke opleiding je hebt. Dus je moet rekening houden met een paar duizend stemmen, is plotseling bijna 50, 60, 70.000 mensen gingen naar de stembus. Ja. Dat was in 1949, mm-hmm. het algemeen kiesrecht. En daar begon dat onrechtvaardig kiesstelsel. En dat ga ik je even uitleggen. Onrechtvaardig kiesstelsel, en wat hield dat kiesstelsel in? Je had 21 statenlieden. Mm-hmm. Had je boem. Ja. Ik heb al die dingen zijn hier vastgelegd. 21 statenlieden, waaronder Paramaribo, mm-hmm. 10 zetels had. Ja. En de rest 11 zetel in die verschillende districten. Maar goed luister wat ik zeg. Mm-hmm. Uw oudere mensen weten, in die periode sprak me Vlogo Alating. Ja. Oude mensen zeggen Vlogo Alating. En dat was in, en ik ga dat een beetje met wat die mensen praten erover, en dat ding gaat even voorbij, en die mensen praten niet meer erover. Het is mm-hmm. niet dat ik dingen wil aanhalen, maar het is goed voor de geschiedenis. En ik heb rechtsgeschiedenis gedoseerd bij IBW, ik heb rechtsgeschiedenis gedoseerd op andere opleidingen, mm-hmm. dus ik heb me daarmee bezig gehouden. Dus we hebben toen in Suriname gehad, je moet goed luisteren, 1990, ik ga even doorgaan hoor. Ja. En dan ben ik zo in 1987 en dan gaan we nu praten over wijziging kiesstelsel. Paramaribo had 10 zetels, district Suriname, met Para was nog geen district. Mm-hmm. Para is later een district geworden. Ja. Het was gewoon een kiesdistrict. Mm-hmm. Dus district Suriname 2, Para 1, maar het was samengetrokken 3. Komwijnen 2, Saramaka 2, Nikeri 2, Koroni 1, Marewijnen 1. Dus je had 7 districten toen. Ja. 7 districten 21. De politieke partij, mm-hmm. die de verkiezing in Paramaribo won, en ja. dat was personenmeerderheidsstelsel. Je weet bij RR toch? Ja. Tegen vlogen alle dingen R17. En de partij die wint, dan heeft hij alle 17. Alle Tramayang, Ayang Santi. Ja. Wij gaan pinda bang. Dus met 35% ja. kan je die hele verkiezing van Blauw-Groot winnen. Ik ga dat met een paar voorbeelden geven straks, als het zover is. Dus de politieke partij die de verkiezing won in Paramaribo, had de verkiezing al gewonnen. Hij had nog 1 nodig. En mm-hmm. als je dat boek van zet niet, dus ik zal niet aanwakkeren wat hij allemaal geschreven heeft. Daar is de nummer op zet niet. Ja. Maar ik citeer zet niet als een grote wetenschapper. Mm-hmm. Ik citeer hem, in al mijn boeken gaat hij de naam van zet niet lezen. Ja. Omdat ik een grote bewonderaar was. En ik heb veel van hem, ik heb veel gesprekken met hem gevoerd. Mm-hmm. In zijn laatste boek, derde druk, 2017-18, daar heeft hij 10 pagina's van meneer Haddo Ramadin overgenomen als bijlage. Mm-hmm. Die data heeft hij van mij over. Ik Ramadin met uw toestemming, maar dat zet niet, het is een eer. Ja. Want dat boek is niet verplichte literatuur op het instituut opleiding van leraren mm-hmm. en op de universiteit. Dus als je geschiedenis studeert, ja. als je geschiedenis studeert, ja. moet je die boeken van zet niet meer studeren. Ja. De, gaat u gaan, gaat u gaan. Ja, studeer. Dus, 10 zetel Paramaribo, een winnie de verklaring. Daar heb je 1 nodig in Koroni, 1 in Marewijnen. Als je 11 zetels hebt, dan heb je de al gewonnen. Oké. Okay. 21. Dus, daar begon het. En schrik niet, ik heb wat data hier. De kiesdeling in Paramaribo was toen in 1949 3400 ongeveer. Maar de kiesdeling in Suriname was 10.000. De kiesdeling in Komwijnen was 8.000. En zo gaan we doorgaan. Dus toen al hadden mensen al geprotesteerd. Mm-hmm. Onder andere de VAP, onder andere de PSV en ook de KTP. Onrechtvaardig systeem. Dat onrechtvaardig. Ook de KTP had toen in de tijd, lees u dat boek van Setny, dokter mm-hmm. Sue Setny. Oké. Okay. Asango Doro, 49, 51, 55, mm-hmm. heeft de NPS de verkiezing in Paramaribo verloren. Mm-hmm. 51, 49, maar wie niet, de man voor mijn regering. En dan is weer een regering naar huis gegaan. 51 verkiezing. In 55 heeft NPS de verkiezing in Paramaribo verloren. Mm-hmm. En meneer Pengel was ook kandidaat, eerste keer in Paramaribo, 55. Ja. Dat betekent NPS haalt van de 10 zetel is teruggevallen in Paramaribo 0 zetel. Want dat was winners take all. Mm-hmm. En laatste man met 4-5 zetels, die had Pengel nodig voor de strijd, vooral tegen de lichtgekleurde Creolen.
die sterke mensen waren in het parlement. Dus in feite, als ze we meenemen naar de NPS, bij Sakba. Ja, dat ze terug waren gevallen in zetels toen. Daarom mijn bestuurder gezien is. Okay. Maar dan ga, ik ga niet dieper op die materie. Okay. Om een idee te geven. Dat we een idee hebben, ja, en toen is 55, en dat verhaal hoor je dat meneer Pengel eerst een tussentijdse verkiezing gehouden in Saramaka. En hoe is dat gebeurd? Meneer Sjoemar het missier. Er waren twee kandidaten in Saramaka. Laatst maar niet gezegd, Sjoemar, je moet niet bewilligen. Niet bewilligen betekent minder parlementariër worden. Schaduwkandidaat niet bewilligen. Eerste vervanger niet bewilligen. Dus de parlement best, staten bestond uit 21 jaar, niet meer 20 mensen werken. Dus toen is er een tussentijdse verkiezing gehouden in Saramaka. En meneer Pengel is toen gekozen met steun van de VAP. Okay. En toen kwam de sterke man het parlement, Tigri Kondarabe, Jongboy. En toen kwam in 1958 in NPS weer de verkiezing gewonnen weer. En toen is hij met de VHP gaan samenwerken. Eerste keer. Oké. Okay. 58, 63. En meneer Latschman, Tevrokken samen, dan moet je geven, ik heb je ondersteund. Toen hebben ze gezegd, Akistelse no boom. Toen is de eerste verandering gekomen in 1962, kleine veranderingen. Een deel werd gekozen via districtenstelsel. En een deel werd gekozen via evenredigheid, dat heb ik al een symbool. Mm-hmm. En de tweede verandering is gekomen in 1966. En dat hebben we behouden, 66, 67, 69, 73, 77. En hebben de militairen de macht overgenomen. Dus het heeft een hele historie achter de rug. Yeah. Een hele historie, allemaal staat hier vastgelegd. Yeah. En nu hebben we in 1987 weer een kiesstelsel, het huidige kiesstelsel gehad. Yeah. En dit is kiesstelsel, is een aantal zetels van 39 gebracht naar 51. Mm-hmm. Districten zijn bijgekomen. In 1985, 1 januari 85, is er een nieuw district bijgekomen, Sipaliwini. Mm-hmm. En schrik niet, Sipaliwini alleen is 80% van het Surinaams grondgebied. Sipaliwini is 80% van het Surinaams grondgebied. Dus de mensen, Sipaliwini, 37.000 mensen, hoor, ik heb allemaal vastgelegd, maar ik ga door het huidige kiesstelsel komen. Prima. En dat is ook iets, delen van Nikedi wel afgepakt, delen van Marewijn-Noord, delen van Brokopondo. Sipaliwini alleen is 80% van het Surinaams grondgebied. En na 85 is er nog een wijziging gekomen? Nee, in de districtgrenzen niet meer. Niet meer? Districtgrenzen. Oké. Okay. En toen kwam in 1987 de verkiezing. Mm-hmm. Daar heb je weer dus 10 districten gehad. Wat wij nu kennen. Paramaribo, Wanika, Nikeri, Koroni, Saramaka, Kowena, Marewena, Para, Brokopolis, Sipaliwini, 10 districten. Ja. En dat stelsel is er hier. Maar ook dat stelsel heeft niet beantwoord. Maar je weet, meneer Latschman, de man van de riethalmpolitiek. Mm-hmm. Als de storm komt, moet je hoofd buigen. Ja. En als de storm voorbij is, ga je weer staan. Anders je brok in de kie. Dus nog een nabelijk van kan country, daar wint in naar campagne. Dus toen heeft Latschman gezegd, een openbaar gezegd, mensen, laten we meewerken. En er komt een referendum. Mm-hmm. En als de verkiezing gehouden wordt, dan gaan we een kleine wijziging aanbrengen. Sanneboom, we corrigeren. En het mensen hebben massaal gestemd voor die grondwet. Mm-hmm. Maar dat is gebleven, nooit geweest. Nooit geweest, dus. En dankzij mevrouw Serena Asset hebben we nu gemerkt, een grote doorbraak hebben we gehad. En die dame gezegd, het kiesstelsel is niet rechtvaardig. Okay. Het kiesstelsel is zeer onrechtvaardig. Oké, okay, we komen zo daarop. Maar nee, maar ik kan dit even afronden, ja. Kunnen verder gaan. En als we zeggen, ja, maar dat zijn rechtvaardig, dat zijn onrechtvaardig. Ja. Laat me even afronden. En dan gaan we even kijken wat men bedoelt met onrechtvaardig. Mm-hmm. Hoe was de situatie? Laten we de situatie nemen van 2020. Laten we de situatie van 2020 nemen. Mm-hmm. Verkiezingsgehouden, Paramaribo en cijfers worden berekend op basis van goed uitgebrachte stemmen. Niet wat op de kiezerslijst voorkomt. Paramaribo had 115.666 goed uitgebrachte stemmen. En als je dat deelt door 17 DNA-zetel, dan was de kiesdeler voor Paramaribo 2020, theoretisch hoor, dat kan een paar honderd minder zijn, ja. Op 6804. Mm-hmm. De kiesdeler Paramaribo. De kiesdeler Wanika was, volgens de goed uitgebrachte, 90.744. En als je door 7 deelt, 10.135.
In Wadika moest je verschrikkelijk veel mensen op jou stemmen voordat je een zetel kan krijgen. Nikeri 19.755, delen er 5, 3.951. Dus je ziet, iemand die in die Paramaribo gekozen wordt met een heel hoge, die moet veel meer stemmen hebben gekozen worden. Wanika nog hoger, maar Nikeri met minder. Coroni 1620 gedeeld door 2 is, met 810 kon je een zetel behalen. Maar de laatste verkiezing heeft NDP met 934 stemmen, 2 zetels behalen. Dus je ziet de kiesdelen verschillen. Salamaka was de kiesdelen 35, ik ga nu een beetje afronden, 521. Kowijnen 47-10, Para 42-21, Marewijnen 2859, Brokkeponden 1775 en Sipaluwini. Dus wanneer je zei, kijk naar dit stelsel en hiervan heeft mevrouw Serena is het gebruik gemaakt. Asano boom. Is onrechtvaardig. Onrechtvaardig. In een één land woon je, maar een deel van de mensen die worden gekozen met veel meer stemmen. En toen heeft die vrouw de zaak gebracht naar het constitutioneel hof. En die heeft een uitspraak gedaan. En vanaf het begin... En ook aangegeven dat het stelsel onrechtvaardig is. Ze hebben niet gezegd welk stelsel je moet invoeren. Gewoon omdat ik als burger was ook uitgenodigd. Okay. Dus meneer Hans Breivet was uitgenodigd, een aantal mensen. Meneer Kool en meneer Boksin was uitgenodigd, maar ik was ook uitgenodigd. En ik heb een heel warme presentatie toen gehouden. Mevrouw Wieter daar, voorzitter van Constitutioneel Hof. Dat ik gepleit heb toen van one man, one vote, landelijke evenredigheid. Vanaf het begin tot eind. Ik heb presentatie, volle presentatie gehouden. En eindelijk is het nu zover. Er waren een aantal voorstellen ingediend. De VAP had een voorstel gediend van one man, one vote, landelijk evenredigheid. En ABAP had een voorstel ingediend. Heel ander net was nog erger dan de koloniale machthebbers. Ik heb het alles bestuurd. Ik heb een presentatie gehouden hoor. En dan, had die andere NDP had ook een voorstel. Ja. Dat ben de morgen stranger. En dan waren we beginnen aan de door. De man gaan aan de chucha door. Uiteindelijk. Ik ben nou één, is men in één richting, maar noem je wat dat precies. Leg ons uit, sa een landelijke evenredigheid. Ja, dat moet ik. Met de sma ook in de bakabini, in de boiti, stap in. Nee, wat die landelijke evenredigheid nou precies in? Sana en Zaitaki. Verkiezing Hori, dat wordt dus 2020 als voorbeeld. Als je met voorbeelden werkt, dan gaan de mensen beter begrijpen. Juist. Alle politieke partijen, 17 politieke partijen, hebben aan de verkiezing deelgenomen. En dat die partijen zijn, naar, en van die 17 hebben 6 politieke partijen zetels behaald. Ja. Alle politieke partijen hebben geen zetels behaald. Dus, als je dit boek een beetje zou doornemen, en iemand heeft nog gisteren gezegd, Ramadin, ik wist niet dat er zoiets was, moet ik aan hem niet schrijven, want ik heb de officiële cijfers in tabellen gezet. De VAP, de NDP, de NPS, ABA, PLH, VB, BEP, A20, DoPro, SPA, PALUS, 3, DA91, VVD, SDU, DNV. Totaal waren 17 politieke partijen. En deze politieke partijen hebben totaal, als je alles optelt, kom je 274.714. Onthoud. 274.714. Dat is totaal uitgebrachte stem. Ja. En zo gaat men ook in 2025 doen. De kiesdeler wordt nooit van tevoren bepaald. Alle stemmen van alle politieke partijen worden opgeteld. Ja. Of het nu 300.000 zal zijn, wat misschien 15.000, 20.000 bijkomen. Omdat er meer kiezers bijkomen. Onthoud dat goed. Ja. En dat wordt gedeeld door 51. En dan in mijn kaart, landelijke kiesdeler. Dus dat aantal uitgebrachte stemmen goed, wordt gedeeld. Alle politieke partijen. Politieke partijen worden gedeeld. Door 51 DNA-zetels. Dat ik kan landelijke evenredigheid. En dat oude, vorige verkiezing, we hadden geen landelijke evenredigheid, was 5.387 exact. Dus dat is allemaal uitgewerkt. Dus onthoud goed wat ik zeg, dat is landelijk kiesdeler. En in 2025, alle politieke partijen die jouw stem, of je stemt in Marewijnen, Kommerwijnen, Saramaka, als tegen Nogolasi. Want als je vroeger, if je een halasetel in Marewijnen, nee klaar, ik was ten Lassiba. In een halasetel in Nikeri, in Lassiba. NPS bijvoorbeeld, had bijna 33.000 stemmen. Maar alleen NPS heeft alleen een Paramaribo met 21.000 stemmen.
21.000 stemmen heeft NPS en Paramaribo, die zetel behaalt 3 zetels. Terwijl bij landelijk evenredigheidsstelsel zou de NPS, ik ga straks vertellen, ja. NPS zou 6 zetels krijgen. Oh ja? Ja. Dus de kiesdeler is 5.387. Mm-hmm. Ik heb er ook weer lezingen gehouden hoor. Mm-hmm. Dat is mijn werk, om de mensen uit te leggen. Dus je ziet als kiesstelsel, dangra alasi. En je kan niet met dat onrechtvaardig kiesstelsel doorgaan. Je moet jezelf gaan corrigeren. Mm-hmm. En daarvoor zijn wij democraten. Ja. In elk democratisch land moet je blijven kijken. En ik ben blij dat ze alle partijen nu in de Nationale Assemblée, zowel coalitie als oppositie, zij zijn overeen dat wij een stelsel moeten hebben waar de kiesdeler, dus elke kandidaat die gekozen wordt door de partij, mm-hmm. want die partij gaat bepalen wie op de ja. lijst komt, de volgorde, ja. dan moeten we aannemen, theoretisch, ze hebben hetzelfde gewicht. Mm-hmm. Niet één met 500 stemmen, ander 2000, ander 8000, achter 5000, wanneer totaal wordt uitgebracht. Maar dat ga ik even straks uitleggen. Dus, dat heb ik net gezegd, dus het geldt alle politieke partijen. Maar welke partijen hebben de laatste verkiezingszetels behaald? Mm-hmm. VAP heeft behaald, NDP heeft behaald, NPS heeft behaald, mm-hmm. ABPL, maar ik haal ze eruit. Ja. Zo, dus een soort samenwerking. NPS, PL heeft 1 zetel behaald, ABOP heeft 9 behaald, in die combinatie samen 10. En dan had BEP 2. De BEP, ja. HVB, je hebt die partij van meneer Sapoen en mm-hmm. anderen. HVB had meer stemmen behaald volgens dat afgelopen verkiezingen dan de BEP. HVB had landelijk behaald HVB 7.423, 0 zetel. BEP 6.835, 2 zetels. Dus. Oké. Okay. Dus dat bedoel ik. Dat zie je, dus, yes, ja, Sani. En dan moet men niet komen zeggen, ja, achtergestelde gebieden, meneer, we praten over kiesstelsel. Mm-hmm. Jij moet gaan werken voor mensen die achtergesteld zijn. Jij moet zorgen dat ze scholing krijgen. Jij moet zorgen dat je met je achterban gaat communiceren. Jij moet de mensen mobiliseren. Dus, en niet met een goedkope zetel. Dus ik heb ook een warm pleidooi gehoord. Ik heb al deze dingen behandeld voor constitutioneel hoop. Ik heb een quote die ik u wil laten horen. Laten we even luisteren, omdat ik wil uw aandacht hiervoor vragen. Het heeft te maken met 5 oktober DNA. En die, je weet waar we het zetten, toch, Carlos? En dan ga ik meneer Ramadan, want meneer, zeker meneer Sampi en de heer Yogi hebben 2 opmerkingen gemaakt die ik u even wil laten horen tijdens die discussie ziet in News 2023 items. Dan ga je naar 5 oktober DNA. Yes, waar ik ze altijd zet dan. Ja, laat even horen. Meneer Ramadan, u mag uw headphone opzetten. Oké. Actie zal ik wachten. Even, laat me zakken. Is dat wij van vruchten hebben geplukt van het huidige voorstel wat wij tot nu toe, tot de dag van vandaag, hebben gehanteerd. En u weet dat wij bij alle workshops die georganiseerd zijn, alle lezingen die georganiseerd zijn, in aanloop naar dit moment, dat wij ons standpunt duidelijk hebben gemaakt. Een standpunt dat wij het jammer zullen vinden als er te weinig vertegenwoordigers die affiniteit hebben met het achterland in het parlement of gekozen worden. Soms kan je goede bedoelingen hebben, maar zeker wanneer het gaat om een actie die een grote impact zal hebben op de samenleving, maar zeker de ontwikkeling van het land, van het volk, negatief of positief, is het altijd van belang om al die groepen, al die mensen om advies te vragen. We
We kunnen ook niet blindelings meegaan met de wijziging van een kiesstelsel, waar het binnenland zeker vruchten van heeft geplukt. Denk maar aan projecten als ontsluiting van het binnenland met telefoonbereik. Denk maar aan het asfalteren van de weg van Afobaka naar Atjoni. Denk maar aan asfaltering van de weg van Albina, Paramaribo, noem maar op, een aantal projecten. Projecten die uitgevoerd zijn of konden worden door de politieke druk die uitgevoerd kon worden, omdat het binnenland genoeg mensen, genoeg vertegenwoordigers in de regering of in het parlement had. De vraag is, zal de situatie hetzelfde zijn als wij niet genoeg personen in het parlement hebben, of genoeg mensen, personen in de regering hebben die affiniteit hebben met het binnenland? En ik ben blij nogmaals, voorzitter, dat we dit hebben bereikt. Voorzitter, het is goed om aan te geven, voorzitter, dat wanneer wij lezen de overwegingen, voorzitter, en laat mij u aangeven dat we een goede verkiezing willen hebben, dat we een goede uitvoering van de verkiezing willen hebben, voorzitter, dat we een goede uitslag van de verkiezing willen hebben, voorzitter, dat we willen hebben dat de wijze waarop de toedeling en toewijzing van verkiezingen van zetels plaatsvindt, dat eerlijk is, voorzitter, dat uitdrukt de wil van het volk, voorzitter, en dat tevredenheid geeft. En ik heb u net aangegeven dat alhoewel wij in 1949 algemeen kiesrecht hebben gehad, het verkiezingssysteem ertoe heeft geleid, voorzitter, dat we situaties hebben gehad waarbij mensen overgewaardeerd werden en ondergewaardeerd werden. En dit is ook een van de belangrijke dingen die heeft gegolden, voorzitter, op 7 september, voorzitter, 7 maart, maar ook heeft gegolden op 5 augustus. En er is verwezen naar artikel 55 van de grondwet. Er is ook verwezen naar artikel 8 van de grondwet, voorzitter. En verdragen inzake publieke en politieke rechten van burgers, voorzitter. Voorzitter, mijn vraag nu is, wanneer wij dit zien en het ontwerp bekijken, voorzitter, dan zien we dat in het ontwerp bij artikel 9... de Nationale Assemblee bestaat uit 51 leden die worden gekozen op grond van algemeen vrije en geheime verkiezing, krachtens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging bij grootste, gemiddelde en voorkeurste. Voorzitter, ik vraag aan de indieners van dit ontwerp om heel goed en keurig uit te leggen, voorzitter, wat dit betekent. Want als wij niet weten wat dit betekent, hoe gaan wij de kiezers uitleggen wat dit betekent, voorzitter? Mijn tweede vraag is, en in relatie hiermee, hoe en op basis waarvan gaat de uitslag van de verkiezing bekendgemaakt worden? Gaan we de uitslag bekendmaken op basis van de lijstvolgorde der kandidaten? Of gaan we de uitslag bekendmaken op basis van de volgorde van het aantal stemmen dat tot een kandidaat is uitgebracht? Voorzitter, laat mij aangeven waarom ik deze vraag stel. Waarom worden er verkiezingen gehouden, voorzitter? En wat is de soevereine wil van die volk? En hoe komt dat tot uitdrukking, voorzitter? En hoeveel waarde hechten wij aan de soevereine wil van die volk, voorzitter? En hoe komt dat tot uitdrukking? En wat doen wij met de wil van de politieke partijen? Wanneer politieke partijen een kandidatenlijst hebben samengesteld, voorzitter, dan wordt zo'n lijst ingediend bij de autoriteit waar dat moet. En daarna is de kiezer aan zet. En het is de kiezer die bepaalt wie hoeveel stemmen krijgt, welke lijst hoeveel stemmen kreeg, welke politieke partijen hoeveel stemmen kreeg, maar welke kandidaten ook hoeveel stemmen kregen, voorzitter. En wanneer wij praten over artikel 8 van de grondwet, gelijkheidsbeginsel, voorzitter, wanneer wij praten over artikel 55 van de grondwet, voorzitter,
volks wil. Wanneer wij praten over publieke, politieke rechten van burgers, BIPO-verdrag, voorzitter, is mijn vraag, voorzitter, daarom, wat moeten wij verstaan onder een geheime verkiezing krachtens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging bij grootste gemiddelde en voorkeurstemmen? Hoe worden ze berekend, voorzitter? En nogmaals, in welke mate wordt er rekening gehouden met de volkswil? Ik ga een voorbeeld geven. Wanneer een politieke organisatie 51 kandidaten heeft gezet op een lijst, dan kunnen we twee mogelijkheden hebben. We zeggen, de mensen worden gekozen verklaard op basis van lijstvolgorde. 1, 2 tot en met 18 zetels heb je gehad. En een andere mogelijkheid zou kunnen zijn, van luister, we gaan kijken wie hoeveel zetels heeft gehad. En dan komt natuurlijk, stemmen heeft gehad. En natuurlijk heb je dan een landelijke kiesdeler. Dat is het quotient van het totaal geldig aantal uitgebrachte stemmen, gedeeld door die 51 zetels die gedeeld moeten worden. En stel bijvoorbeeld dat de landelijke kiesdeler 6000 is. Dan gaan we op basis daarvan bepalen hoe, afhankelijk van het aantal stemmen dat een politieke partij heeft gehad, hoeveel zetels een politieke partij krijgt. Dan heeft de toewijzing van aantal zetels aan een politieke partij plaatsgevonden. Maar de toewijzing van het aantal zetels aan de kandidaten is nog niet gebeurd. De partij heeft die zetels gehad. En mijn vraag is nogmaals, wanneer we hier zeggen, krachtens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging bij grootste gemiddelde en voorkeurstemmen, hoe gaat de partij de zetels toebedelen aan de kandidaten die op die lijst staan? Hebt u die vraag van de heer Jokie begrepen? Het is mijn pakkie, dus het is geen probleem. Als ik naar meneer Sampi luister. Ja, die is zijn zorg terecht, bezorgdheid terecht. Hij heeft niet kaas gegeten van het kiesstelsel. Jammer dat ik moet dat zeggen, mijn matière. Ik ben docent en mijn werk is om te corrigeren. Ik heb jaren les gegeven. En Tamaiko legt me uit, de afstand van de aarde naar de zon is 150.000 kilometer. Middag, ik heb een streep voor jou. Want er staat duidelijk in dat boek 384.000 kilometer. Dus Juno begreep als aan niks, al die tijd dat je les gegeven. Hij zegt, nu gaat er minder zetels zijn voor het binnenland. En dat gaat in nadeel werken. Waarvoor hebben we regionale organen? Goed onthouden wat ik zeg. Ik heb een lijst hier. We hebben 772 RR-leden heel Suriname. We hebben 118 DR-leden. Samen is 890 RR en DR-leden die door u en mijn belastinggelden worden betaald. Ze worden betaald door de staat en door de belasting. Wat is hun taak in de districten waar ze gekozen zijn? RR-leden blijven in alle districten. Ja. Dus wanneer die man zegt minder, misschien een paar zetels minder, maar wil men een sampie hebben dat we het met oud stelsel behouden, dat iemand in Brokopondo met 1779 stemmen gekozen wordt, of iemand in Paramaribo met 6800 stemmen gekozen wordt, en Wanica 10.135, en in Komwijnen 4.000. Wil hij in Sipaliwini met 2653 stemmen gekozen worden, dan wat begrijpt hij van rechtvaardig, kent hij dat begrip rechtvaardigstelsel. Er gaat inderdaad een hele andere verdeling zijn. Alle stemmen van alle districten worden meegenomen. Wat meneer Sampi niet weet, ik wil hem verwijzen. Laat hij de stukken van meneer Snow gaan kopen. De uitslag van de census van 2012. En daarin staat het duidelijk, ik heb hier niet al, ik ga een kopje voor u maken. En ik ga het hier afgeven op uw naam. Op dit ogenblik is 53% van de Marron-gemeenschap is niet meer in het binnenland woonachtig. Ik herhaal. De Marron-gemeenschap van heel Suriname is niet meer in het binnenland woonachtig. Ze wonen in het kustgebied. Als die mensen daar verhuisd zijn allemaal, en van de Indianen is nog mooier. Ik heb het vastgelegd in alle documenten. Ik heb lezing gehouden. Van de Indianen is het 1/3 deel woont in het binnenland.
laatste verkiezing heeft uitgewezen, de laatste census heeft uitgewezen, ik praat over 2012, 117.000 zoveel. Maar ons, daarvan is 53 woonachtig in het kustgebied. Paramaribo bijna alleen 38.000. Wanica meer dan 20.000. Die twee al meer dan de helft van de bevolking. Dus wanneer een grote urbanisatie plaatsvindt, dan gaat meneer Sampi ook weinig, maar ons gaan in het binnenland voor je stemmen. Want die mensen trekken weg. Mm-hmm. Maar in 1987 was waarschijnlijk de situatie anders. Anders. Dus wanneer ik dat vertel, en dan wil ik hem even herinneren. Marijuana heeft 56 RR en 9 DR, namelijk 65. Volgens vertegenwoordiger niet, het gaat om één DNA zetel, meer of minder. Want dat wordt op basis van jouw kracht gekozen. Niet op basis van omdat je achtergesteld bent. En wanneer we praten over Brokopondo, 60 plus 9. 69 RRDR-leden worden Brokopondo. Ze moeten daar werken. En als er één of de andere volk vertegenwoordigt. En je kan ook in de stad. Want de naam, de Nationale Assemblée, betekent je bent niet voor een district alleen gekozen. Je mag over Paramaribo wonen, maar je kan ook over... Met dat over Nikeri, ik ben al vanaf 1970 in Paramaribo. Maar elke dag heb ik contact met Nikeri. Ik weet precies, ik heb een boek over de reisbouw geschreven. Ik word vaker gevraagd. En soms ga ik lezingen houden in Nikeri. Die jongen tegen Ramadi konno. Die jongen op de date van al deze dingen. Dus wat meneer Sampi daar vertelt, mijn lieven. Hij had ook een uitspraak gedaan een keertje. Medisch faculteit moeten we selectie maken. Niet meer loting, maar groep mensen van binnenland moet op de medisch faculteit. Dan kan je de medisch faculteit afschrijven. Er zijn regels om daar. Wil je op de AMS, wil je student worden, dan moet je toch toelatingstaal maken. Ja. Dan moeten de mensen extra gaan werken en proberen. En je moet je pakketten belangrijk is. Er is pakket. Wees natuurlijk wiskunde 1, natuurlijk wiskunde naar biologie. Je moet gemiddeld voor deze vier vakken voldoende hebben. En hoger dan 6. Mm-hmm. Dan ga je in de loting. Maar in de loting zijn 240 studenten. Ja. Vorig jaar medisch faculteit loten was 240, maar ze nemen 60, waarvan 20 de best geslaagde van heel Suriname. En die 20 of 30 die gaan in de loting. Mijn zoon is ook in de loting gegaan. Ja. Hij is in de loting gegaan. Hij had net 1 punt te weinig om via als een van de beste kandidaten ook. Maar hij wordt eruit gehaald. Mm-hmm. En hij heeft gezorgd dat hij dus, wanneer we mensen allerlei verhalen vertellen. Kijk, het hoogste college van staat is. We moeten goed nadenken. Ja. Dit is rechtvaardiger. Dit geeft in Nederland waarover we praten vanaf 1917. Nederland heeft landelijke evenredig. Al die mensen die in Holland gestudeerd hebben. Al mijn vriend Jim Hock, meneer Corollus, Aaron heeft daar gestudeerd. Finishan heeft daar gestudeerd. Allemaal hebben daar. Nederland heeft landelijke evenredigheidsstelsel. Ik praat over de Tweede Kamer hoor. Mm-hmm. Ik praat nu voor gemeenteraadsleden. Ja. Ik praat voor Tweede Kamer. En dat is 150 leden. Totaal uitgebrachte stemmen in 2021 was er 2 jaren terug. Iets van bijna 11 miljoen zoveel. Dat heeft men gaan delen door 150. Ik heb die cijfer niet allemaal. Ik moet het ergens hebben hier in mijn documenten. Daar kwam je iets van 69.000 was de kiesdeler in Nederland. Elke politieke partij in Nederland, laatste verkiezing, vanaf 1917, ze zijn al 106 jaar met dat kind. Als het niet goed was, hadden ze al lang gecorrigeerd. Mm-hmm. We hebben zoveel keer, ik heb net die historische verloop aangegeven. Je moet blijven corrigeren en het rechtvaardiger maken. Dus, want wil je hebben dat je bijvoorbeeld in Salamanca, iemand met 3521 stemmen, laatste verkiezing, gekozen wordt en Paramaribo's 6800, vind je dat goed? Vind je goed dat in Brokopondo 1775 stemmen iemand gekozen wordt? En bijvoorbeeld in Wanica 10.003. Uiteraard, dan moeten die mensen van Wanica, moet je geen 7, je moet daar bijna 21 zetels zetten. Hmm. Dus dat is ook onrechtvaardig. Dus wat hij daar zegt. En wat meneer en Jogi meneer Yogi? Meneer Jogi is zijn tweede. Mm-hmm. Kijk, wat wij nu hebben. Ja. Wat wij nu hebben, neemt Paramaribo 17 kandidaten toch? Mm-hmm. We nemen. Eén politieke partij. Ja. 17 kandidaten. En dan krijg je de uitgerekend hoeveel zetels ze eerst behaald. Mm-hmm. Dus dat wordt van tevoren, toch? Ja. Neem aan dat de partij VAP 7 zetels gaat. Mm-hmm. Dan gaat men kijken, nee, wie is via voorkeur gekozen in Paramaribo? Er was slechts één kandidaat die de kiesdeler had. Want totaal uitgebrachte stemmen in Paramaribo voor de VAP, want zo worden de zetels berekend. Paramaribo had de VHP, even,
Ik geef een voorbeeld, ik kan ook van een DPG voor. Maar alleen dat de mensen begrepen, mensen niet. In Paramaribo was het 38.780. Delen door 7, want de 7 kandidaten. Ja. Dan kreeg je ook van 7 maal 5, bijna 6.000. Ja. 6.000 zoveel. Mm-hmm. Selects mevrouw Matura had de kiesdeler gehad daar. En ze was ook nummer 1 gekozen. Maar men heeft wat Jogi pleit. Jogi zegt, wanneer we die lijst gaan maken van de 51 kandidaten, dan kan, maar dat moet bij wet vastgelegd worden in de Nationale Assemblée. Volgorde 1, 2, 3, 4. Wanneer de kiesdeler niet haalt, je bent niet via voorkeur gekozen, dan gaat de lijst volgorde. En dan kan iemand nummer 2 met 500 stemmen gekozen zijn, maar op iemand op nummer 22 met 3000 stemmen is niet gekozen. Mm-hmm. Dus daarover had hij het. Ja. Dus lijstvolgorde, maar de partijen willen graag dat hebben, want op de vriendinnen en de vriendjes op de lijstvolgorde, hé, je komt binnen, nog vrienden, maar zit hier. Maar als je zegt, nee, de kandidaten met de meeste stemmen, dan wordt dat, maar dat moet bij wet vastgelegd worden. Je kan niet zomaar dingen gaan zeggen. Maar is het een terechte opmerking van hem? Ja, heel terecht. Mm-hmm. Maar, onthoud één ding ook, de burgers gaan niet individueel en per politieke partij. Je wordt door de partij gekandideerd. Ja. De partij gaat in jou investeren. De partij gaat jou klaarmaken. De partij gaat kapitaal, materiaal kopen. Dus die politieke partij moet ook een stukje bevoegdheid hebben. Klopt. Dus we moeten voorzichtig zijn. Ze hebben me ook gevraagd. Ik heb mijn mening al gegeven. Mm-hmm. Met dat, rechtvaardiger. De kandidaten die daar hebben, die partij had 10 zetels. Laten we kijken, die aan die 10 zetels, wie zijn de mensen? Behalve mensen die via voorkeur gekozen zijn, die komen als eerste binnen. Maar bij NPS zouden maar 2 mensen via Etnel en meneer Stans via voorkeur gekozen worden, want ze hadden die kiesdealer wel gehaald. En dan had je Bouterse alleen, NDP Bouterse via voorkeur gekozen worden. Maar die was al nummer 1. Mm-hmm. Dus dat is op zichzelf. Is een, met Jogi heeft met mij gesproken. Okay. Dus ik heb met hem gesproken, met dat kind dat is op zichzelf ging. Maar dat is, moet binnen het partij geregeld worden. Okay. En dat moet op beslissing genomen worden. We gaan naar de afronding, ik heb nog 5 minuten of zeg maar 4. Maar wat wil u tijdens deze discussies concreet? Welke zaken zijn voor u van belang om te horen tijdens deze discussies? Kijk. Als het gaat om dus die landelijke evenredigheid. Ja, wat wil u van de assembleeleden horen? Wat trekt uw belangstelling? Kijk, je één belangrijk ding gaat nu bij deze verkiezing blijken. Mm-hmm. Boenkoppen zetel naar de moro. Dieren zetel naar de. Alle mensen worden op basis van hetzelfde aantal stemmen gekozen. Mm-hmm. Het is niet zo goedkoop. Ik heb je net een voorbeeld gegeven. Landelijke kiesdelen is 53-87. Dat is die Palawini met 2600 stemmen, die andere niet, dat soort dingen gaan niet meer bestaan. Okay. We gaan, heel Suriname wordt één kiesdirect. Okay. Eén kiesdirect. Mm-hmm. En dan gaat, ja, of je in Saramaka stemt, en met dat niet keer die Paramaribo Academy stemt, die one kandidaat voor op die 51. Mm-hmm. Maakt niet veel uit. Academy, mijn boenang was, maar wat kennis met die kerman, met dat één op een keer per oog. Of die kerman toch? Ja. Maar geen enkel stem gaat ook verloren. Mm-hmm. Geen enkele stem. En die kleine politieke partijen die normaal geen zetel zouden halen. Ik heb gezegd, meneer Reijmen heeft nu bijna een DNA-zetel al. Hij heeft de laatste verkiezing gehad, 4501. En die man had nog een 600-700 stemmen nodig om de kiesdeler te halen. En ik heb meneer Reijmen opgebeld. Ik heb hem gezegd, brada, je bent dichtbij. Dus je moet een beetje harder gaan werken in de kerk. En in de andere districten kan je nog wat stemmen maken. De kieswang. En dat heeft me, en hij direct 2 boeken bij me komen kopen. Dus ik ben direct een verkoper geworden. Dus, met dat lezen staat staan erop, met potentie, je hoeft niks te doen. Ja. Maar ik ben heel beschaafde man. In de praktijk, hè, die lezen, komt er heel veel verandering daarin, van wat we toen hebben gehad? Of hoe men moet gaan stemmen straks, komt er ook daarin verandering? Nee. Kijk, de politieke partijen bepalen toch. Dus je gaat een stembiljet krijgen. Waarom begin je stembiljet te kiezen? Waarom begin je? Nee, we kiezen de politieke partij. Waar vorige verkiezing waren 17 politieke partijen. Yes. Dat is maar 14. En dat wordt via loting bepaald hoor. Okay. Die billetten worden nooit van tevoren gemaakt. Mm-hmm. Dus je wil loten, mm-hmm. of via PD nummer 17. Okay. Dan moet je, dus dan ga je specimen. Dat is, je maakt je
kopiebiljetten. Mm-hmm. Met, ik ga die niet gebruiken. En dan ga je dat campagne zeggen. Hé, luister, tegen de rappen heb je normaal lezen de theorie 1, 2, 1 naar 6 de plaats. Mm-hmm. En je schaar olifant erop. Mm-hmm. Want meestal zet het symbool toch. Dan look het allemaal eens. En we hebben bijna 51. Bij je stem, ze zo wanpressie. En stem nog lastig. Eén stem. Het moment dat je twee plaatsen gaat stemmen, is je biljet ongeldig. Dus in de kant van je Ramadin of je Lord Groene Woord, kon dat alle toe nog, daar mag je toestemming. En nou wakker, dat is je stembiljet ongeldig. Dus dat is de politieke partijen. Dus die wet wordt nu behandeld, er gaat veel verandering komen. Maar de essentie van het verhaal is, one man, one vote, landelijk evenredigheid. En dat wordt in vele landen toegepast. Elk kiesstelsel heeft voor- en nadelen. Het is voor bijvoorbeeld de Sampi. Er gaan minder Marons gekozen worden. Maar die Marons worden in Panama, die mogen gekozen. Maar ik heb net gezegd, 53% van de Maron gemeenschap. Maar de Sampi woont niet meer in binnenland. De Maitana Fotosi. En van de Indianen is 1/3 in binnenland en 2/3 in kustgebied. Okay. Dus Indianen waren 21.000. Dus 7.000 Indianen wonen ongeveer in binnenland, verspreid in verschillende districten. En de rest in Para, Paramaribo, Wanika en Nikkei heb je ook een paar honderden Indianen en in Saramakao. Nou, interessant om dit te horen. Heer. Dus belangrijk is dus Asande, Asabong, en we hebben deze kans gehad. En ik ga je zeggen, als meneer Dlatsman nu wakker het leven zou zijn, Pater Weidman het leven zou zijn, Idi Sumita het leven zou zijn, en Sedney een leven zou zijn, hij heeft ook altijd gebruikt van landelijke evenredigheid. Dan wat ik ai, na 75 jaar gaat mijn wens in vervulling. Waar de man bij horror aan tjoetja. Ze hebben systemen ingebouwd, alleen om daaruit politieke voordelen te halen. Ik heb een voorbeeld gegeven van Paramaribo, maar dat is gewoon 55. NPS laat zijn verkiezing van 10 zetels naar 1, 0 geworden. Het is voordeel in de ene keer, andere nadeel. En dat is niet goed. Je moet iets creëren. Met alle eerlijkheid iets maken dat ook wanneer wij er niet meer zijn, dat onze kinderen gaan zeggen, als stelsel dat boem, en dan ben je een stelsel, heeft geen enkele politieke partij bevoordeeld en geen enkele politieke partij benadeeld. Geweldig. Mag ik u heel hartelijk dankzeggen, heer Hardeo Ramadin. Ja. Hiermee hebben we het gehad wat betreft deze aflevering van de Koffiepraat. Voor een nieuwe aflevering zijn we morgen terug. Ik wens u een hele goede dag verder. Dag. Hey, dank u wel. Wij zijn multicultureel, ja dat zijn de mensen in de diaspora. Professioneel en informatief, ook op social media actief. The Power Station, 96.3 FM. Radio SRS Suriname, interactief. Ik luister graag.